Hey, het is nu 12 uur. Ik heb gedoucht. Ik heb me even opgemaakt. Ah, ik ben zo gek op die haarbandjes krulmethode. Gewoon 's avonds even 5 minuten je haar inwikkelen, slapen, volgende dag 2 minuutjes, hup, bandje eruit halen en boom, je hebt de perfecte krullen. Woep woep. Ik moet heel even mijn spullen gaan inpakken. Om 1 uur heb ik een lunchafspraak met Masha. That's right, ze heet ook Masha. Ze is ook Russisch en ze gaat ook naar Burning Man. Ik ontmoette haar in Beijing. Het was echt, really? Maar echt een heel tof meisje, daar ga ik zo meteen mee lunchen. Ze is 1 dag in Hongkong. Ik moet mijn spullen opruimen. En mijn broertje, die zei al voordat hij wegging, zei die al, Eve, je ruimt toch wel op voordat je weggaat, hè? Hij heeft nog steeds namelijk nachtmerries van toen Masha en ik in 2012 bij hem logeerden. We hadden zijn hele huis overgenomen. Zijn hele eetkamertafel zat onder onze spullen. We hadden zijn slaapkamer ingepikt. Dus de rotzooi die je nu ziet, dat is 1 meisje. En al deze spullen zijn van mij. Zijn woonkamer was super netjes toen ik kwam. Dit is 1 meisje. Moet je eens bedenken dat het er 2 zijn. Ik ga nu heel snel opruimen en wegwezen, want ik heb een slechte gewoonte van te laat komen. Ik hoop dat het deze keer lukt om op tijd te komen. Oh, Hongkong, wat ben je mooi. Ah, zo blij om hier te zijn. Oh, ik heb nog zo mijn best gedaan, maar ik ben toch 10 minuten te laat. Sorry, ik doe zo mijn best. Als je tips hebt om niet meer te laten komen, help. Help. Ik wil het echt verbeteren. Want ik heb zelfs in Zuid-Korea mijn vlucht gemist. Niet cool. Zeker niet cool. Ik ben met Masha! Yay! Reunited. Yay! From Beijing to Hong Kong. It's exactly, I think, 30 days ago. Ja. Precies 30 dagen geleden hebben we elkaar letterlijk 1 dagje ontmoet, maar soms klik je gewoon zo snel met mensen en het lijkt echt alsof ik gewoon een oude vriendin tegen ben gekomen. Ja. En ja, we hebben lekker lunch gehaald, sushi, take-out. En we gaan gewoon nu even lekker bijkletsen over allebei onze reizen. Hey, ik heb Masha net achtergelaten. Zij gaat straks met een andere vriendin meeten. Ze kwam net ook een jongen tegen die zo'n vriendin bijna had ontmoet. Het is echt een gekke huis. Een reis brengt zoveel mensen bij elkaar. Echt zo gaaf om te zien. Ik ben nu onderweg naar het vliegveld om Stefan, a.k.a. Care Bear Lazy Ass, op te halen. Oh, die uitzichten over Hongkong en gisteren mijn broertje weer zien. Vandaag mijn lieve man. Ik kan op dit moment echt niet gelukkiger zijn. Zo gelukkig. Ja, leven is heel even. Op dit moment perfect. Woehoe! Ik ben zelfs te vroeg om Care Bear Lazy Ass op te halen. En ik voel me echt. Ken je die video van dat hondje op YouTube die dan echt zo. Normaal staat te springen wanneer ze baasje hem moet ophalen. Natuurlijk is Stefan is niet mijn baasje, maar dat gevoel van. Dat heb ik nu zeker. Ah, ik kan niet wachten. Bijna. Oh nee, hij heeft vertraging. Hij is er 1/2 uur later. Spammer. Yes, yes, yes. Hij is beland. Zo spannend. Nog eventjes. Oh, we hebben elkaar 3 maanden niet gezien. Natuurlijk wel bijna elke dag gesproken met FaceTime. In China was het alleen heel erg lastig, omdat ik af en toe echt super slecht internet had. Maar in real life knuffelen met je man. Ik kan niet wachten. Weet je wat echt heel cool is? Als je naar het bord kijkt. Nu is het net in het Chinees. Maar om echt al die namen te zien van steden waar je bent geweest. Ik zag net Shanghai, Beijing, Chengdu, Taipei. En alle steden waar je natuurlijk nog naartoe gaat. Mijn volgende stop is. Oh, ik zie Seoul ook. Ah, zo cool. Mijn volgende stop is Chiang Mai in Thailand. Daar ga ik eind mei ga ik daarheen. Yay, hij is er, hij is er. En ook al heeft hij 14 uur gevlogen, de geur van je eigen man.
I am disgusting. Nee. Ik mag hem nooit filmen, dus je zal waarschijnlijk altijd maar een deeltje van hem zien. Zijn handen of iets of zo. I am disgusting. Ja, of zijn stem af en toe horen of iets. Hij is artiestenmanager. En hij vindt het dus niet. Hij managt op dit moment Fatu Gonzalez en Michael Magoo, mocht je geïnteresseerd zijn. Maar hij vindt het dus niet professioneel om op foto's te staan, omdat hij vindt dat artiesten in de picture moeten staan. Dus vandaar dat ik hem ook niet mag filmen. Maar hij is er hoor, hij is er. Hij staat achter de camera. I am disgusting. En hij wil. Het is grappig, want je bent altijd wel een kleine attention whore als er een camera aan staat. Maar hij wil dus niet op beeld. Dus dan weet je dat als je af en toe zeg maar zoiets ziet. Dat is Care Bear Lazy Ass. En hij wil niet op beeld. Maar ik ben wel heel blij. Oké, na 3 maanden guesthouses en cheap hostels zit ik in. Yes! Een beetje een fatsoenlijk hotel. Echt, gewoon een luxe hotel. Echt super chill. De beddentest. Yes! Fluffy bed. Geen harde bedden zoals in Zuid-Korea. Super mooi uitzicht. Ik weet niet of je het goed kan zien. Kijk hoe cool. Zit op de 16e verdieping. Er zit ook een zwembad, maar die kan je nu niet zien. Die kan ik morgen misschien laten zien of die dag erop. En dan gaan we even checken. De badkamer. Wee! Oh man, een privé badkamer is ook wel weer een ding. Ah, yes. Rain shower. En geen eigen handdoek meer hoeven gebruiken. Ik heb gewoon, weet je wat je als backpacker mee moet nemen? Zo'n microvezel doekje, omdat die gewoon snel drogen. En dan kan ik eindelijk, yes, yes, gewoon weer normaal badhanddoek gebruiken. Oh, dit is wel, oh, ik ben even op vakantie. Dit is zo relaxed. Yes. We gaan nu lekker eten, douchen, Beyoncé's Drunk in Love heel vaak afspelen. En dan zie ik jullie morgen weer. Dankjewel voor het kijken. Wel rusten.